Nou, welkom op de Addio, het grootste droge ladingschip van de Europese binnenvaart. Addio, dat betekent vaarwel. Een Fransman zegt adieu, adios. Het komt eigenlijk van ad deo, ga met God. Dat is natuurlijk een hele mooie groet. In Duitsland hoor je het nog wel eens. Grüß Gott, hoor je nog wel eens zeggen in Duitsland. De Addio is een schip, ik zei het grootste schip, daar bedoel ik mee. Als één schip. Er zijn er wel grotere eenheden, koppelverbanden. Maar als één enkelvarend schip zijn wij de grootste in tonnage. Bijna 7000 ton. Het schip is gebouwd in 2008. Het casco komt uit China. En in Nederland is het schip verder afgebouwd met equipment en alles erop en eraan. In containers hebben wij een capaciteit van 500 teu op 5 lagen. Dat is natuurlijk afhankelijk van de waterstand. Momenteel is het hoog water. En in verband met de doorvaarthoogte van de bruggen hebben we deze reis met 4 lagen geladen. En dan komen we in de buurt van de 400 teu. 1 teu, dat is een 20 feet container. Een container van ruim 6 meter lang. En een vrachtwagen heeft normaal gesproken een 2 teu container. 250 vrachtwagens kunnen we ongeveer meenemen aan containerscapaciteit. Als we uitwijken naar 6 lagen, dan kunnen we zelfs 600 teu meenemen. Dus dan kom je wel in de buurt van de 300 vrachtwagens. Maar dan moeten we natuurlijk met 600 teu, trouwens met 500 ook al natuurlijk, moeten we wel opletten op de stabiliteit van het schip. Het gaat niet in alle gevallen. Als er veel lading in zit, veel zware stoffen in zitten, en we komen dan over die tonnage heen van 6800 ton, dan moeten we goed opletten op de stabiliteit, daar hebben we ook een berekening voor. En natuurlijk kan het schip ook niet over de eik laden. Dus er zijn meerdere facetten waar we op moeten letten. Onze stuurhut is in hoogte verstelbaar. Uiteraard om over die containers heen te kunnen kijken. Momenteel staan we vrij hoog met de stuurhut. En hebben we goed zicht rondom. Is de dode hoek voor het schip ook minimaal. Maar straks als we bruggen tegenkomen zullen we ongetwijfeld met de stuurhut moeten zakken. Om onder die brug door te varen. Addio, het is Bogart. Ja, goedendag. Addio in de bergvaart in Wesel. Ja, dan buiten goed reizen. Bis später. Dank u, goede wagen. Een aantal categorie schepen die hebben een meldplicht hier tijdens de vaart. Onder andere zeeschepen, schepen met gevaarlijke stoffen, schepen tankers en containerschepen. En zo heb ik net moeten melden aan de riviercentrale. En dan houden ze per traject bij waar we zijn. Ze hebben ook al de informatie over onze lading. Dat krijgen ze digitaal aangeleverd. Alle containers, vooral met gevaarlijke stoffen, is dat belangrijk. Het aantal personen wat aan boord is, willen ze weten. Zodat ze bij calamiteiten al heel veel informatie hebben en goed in kunnen grijpen. Wij moeten een stuurplan bijhouden. Daar staat exact bij welke stof met welke IMO-code in de container zit. Op welke positie die geladen is en meestal het containernummer erbij. Zodat er heel snel te traceren is welke gevaarlijke stoffen zijn en welke bestrijdingsmiddelen nodig zijn eventueel. Het werk aan boord van een binnenschip is heel gevarieerd. Dat maakt het ook zo aantrekkelijk voor veel mensen. Of je nu als jongen begint, als matroos, of je groeit op tot stuurman of kapitein. Ieder beroep, ieder vak heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Het is in ieder geval heel wisselend, heel variërend. De weersomstandigheden, dag, nacht, het is vaak continu dienst. En natuurlijk de locatie waar je bent, het gebied waar je vaart, de afwisseling van lading. Het is ontzettend interessant om, ook voor jongelui, om als matroos in de binnenvaart te beginnen. Je kunt dat aan boord doen. Je kunt ook eerst opleidingen volgen op school, wat natuurlijk wel beter is. Ook aan boord kun je studies volgen. Daarna kun je opgroeien tot stuurman. Dan leer je ook alle facetten van het varen zelf. En als schipper moet je natuurlijk wel allround zijn. Er zijn een heleboel zaken waar je wel een beetje verstand van moet hebben. Natuurlijk eerst de nautische zaken moet je kennen en kunnen. Daarnaast moet je ook verstand hebben van bijvoorbeeld computers. We hebben zoveel moderne techniek aan boord tegenwoordig. Je moet ook wat verstand hebben van elektriciteit om kleine storingjes op te kunnen lossen. Op bijvoorbeeld dieseltechniek met motoren. Er komen een heleboel dingen bij kijken. Het onderhoud begint uiteraard met het onderhouden van het schip. Veelal schoonmaakwerkzaamheden, boenen noemen we dat, of schuren en verven. Daarnaast
moet je natuurlijk het technisch onderhoud vereist veel meer inzicht en kennis. Hoewel de laatste tijd wordt dat wel steeds moeilijker voor ons en steeds ontoegankelijker, omdat bijvoorbeeld motoren allemaal elektrisch zijn uitgevoerd met computers. Vroeger gebeurde er veel meer dat je kon sleutelen zelf aan de motor. Tegenwoordig laten we dat toch maar zoveel mogelijk over aan deskundigen. Maar het reguliere onderhoud, zoals bijvoorbeeld verversen, filters vervangen en dergelijke, ja, dat moeten we allemaal nog zelf doen natuurlijk. En daarnaast zijn we natuurlijk ook nog ondernemer. Dus je moet natuurlijk ook zakelijk nog wel wat in huis hebben. Wil je natuurlijk zo'n bedrijf als dit kunnen runnen. De wetgeving schrijft ook het aantal bemanningsleden voor wat minimaal aan boord moet zijn. In de dagvaart gelden voor dit schip 3 man personeel. En in de continuvaart mogen we met 4 à 5 man varen. Mijn vrouw vaart altijd mee. Dat betekent dat we als gezin samen aan boord wonen en werken. We hebben hier ook alle faciliteiten die een woning aan de wal ook heeft. Voor onszelf, maar ook voor het personeel. Hier op het achterschip is de woonruimte verdeeld in 3 woningen. 1 daarvan maken wij gebruik van. De 2e is uiteraard beschikbaar voor onze stuurman. De 3e is momenteel nog vrij. Maar als er meer personeel aan boord komt, dan hebben we daar in ieder geval ruimte voor. Voorop is ook een uitgebreide woning. En daar woont onze matroos.